Take 2, Esra, actie! Actie! Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe Behind the Scenes Stormbreaks 2. Nog altijd 2. Nog altijd 2. Ja, misschien wel 3. We zijn vandaag lekker in het bos waar we ons eerder hebben opgenomen, het ijs. Dat is een nog duurder grapje dan de 10 accu's die hij heeft gekocht, plus zijn vorige camera. Oh, hier zit ook al 4 accu's bij. Ja, leuk, en is die 10 accu's wat hij heeft gekocht voor die andere camera passen hier helemaal niet in. Wat lief. Hallo en welkom bij Stormbreaks 2, bij de Behind the Scenes. We staan hier in het bos van Reuver. We zijn op dit moment de opnames aan het maken van scène, ik geloof scène 11. 11. Actie, dankjewel. Het is al redelijk laat. Mijn horloge loopt een uur achter om mij te laten voelen dat het in ieder geval iets niet zo laat is. 20 uur 53. Ja, dankjewel. Het maakt er maar 19 uur 53 van, voel ik me iets geruster. Het zal iets zijn, gaat het nog horen, maar goed. We zijn ook achtergekomen dat de microfoon steeds op off heeft gestaan. Ook daar zijn we achtergekomen. Staat hij nu wel op on? Kijk eens aan. Ah. Okay, mooi. Dan komt steeds een fietser voorbij, een fietser waarvan wij niet weten. Hij lijkt... Nou, we gaan verder met filmen. De fietser hebben we niet meer teruggezien. Ze verbazen me elke keer. Het regent niet meer, maar ik word even goed nat. Je kunt bladeren ook altijd, hè. En als ik de middelvinger omhoog zit, krijg ik elke keer weer een druppel. Weet je even nog wat toe te voegen aan dat gesprek? Ik heb geen idee waar het gesprek over ging, dus ik zeg nee. Hij zegt nee, ik zeg ja en we zeggen met z'n allen. Dit is niet de corona-pandemie.